En heel mooi. Dit is ook heel mooi. En het hoort zo bij surfen, zou je zeggen, dat je overgeleverd bent aan de elementen. Maar Rotterdam, daar kijkt u naar, doet het weer eens net iets anders. Met deze maakbare golf. Na 10 jaar plannen en ook bouwen opent midden in het centrum van de stad een kunstmatige golfsurfbaan. Met dus ook kunstgolftesters. Normaal zijn ze te vinden in de branding, maar nu in hartje Rotterdam. En jullie zijn ook uitgekozen om gewoon bij ons kritisch de feedback op die golf te geven. De beste surfers van Nederland testen vandaag de kunstmatige golf van Riff 010. Na 10 jaar voorbereiding gaat deze attractie eindelijk open. In Nederland hebben we deze golven wel eens, maar die zijn per jaar op één hand te tellen. En hier kunnen jullie ze maken. Hier heb je druk op de knop en je hebt ze ieder moment. En de kades staan gelijk vol. Ja, ik vind het spectaculair. Dit hoort bij een wereldstad als Rotterdam. En er is best wel wat over te doen geweest hier met omwonenden. Ik vind het eigenlijk reuze meevallen. En je kan ook naar Hoek van Holland gaan om te surfen. Ja, maar dit is toch veel leuker? Het is gewoon in de stad. Je zit midden in de grachten. Ik bedoel, wat wil je nog meer? 7 miljoen euro heeft deze kunstmatige golf gekost. Mooi eyecatcher natuurlijk voor de stad Rotterdam, maar wie een uurtje wil golfsurfen, ja, moet toch aardig in de buidel tasten. Een kaartje kost 50 euro. Oeh, dat, ja. Dat, ja. Ja, we zijn wel Nederlanders, hè? Ja, ja, ja. Ik vind het duur, maar ja. Ik vind het eigenlijk wel te doen. Het is een behoorlijk project met een behoorlijke investering, dus het moet ergens van aankomen. De grotere golf is 50 euro en dan heb je in een uur ongeveer 15 golven. Dat is meer dan in een maand op zee. Dit was heel cool. Om eigenlijk gewoon een soort van gracht in Rotterdam. Maar om dan dit soort perfecte golf te kunnen surfen is een hele mooie ervaring. Heerlijk. Ja? Ging heel goed. Hoe is de golf? Ja, echt sick. Is dit dan een goede plek om te trainen ook? Ja, dat was natuurlijk voor mij was dat het belangrijkste dat het zo is. Maar hier ga ik me vooral mijn backside, natuurlijk een rechtsgolf. Maar die kan ik hier wel gaan verbeteren, ja. Uiteraard. Peter, we gaan naar het weer